Een hele goede morgen. Ja. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Gisteravond ben ik gaan slapen en ik weet er niks meer van. Dus ik heb vanochtend nog even gauw de video geëdit. Ik heb ook niet kunnen afsluiten, dus ik heb het een keer anders gedaan dan normaal. Jordi heeft vannacht... Jordi heeft vannacht gespookt. Hij had heel erg buikpijn. Ja. Ja, jongen. En uiteindelijk heb ik hem om 8:30 wakker gemaakt. Omdat ja. Ja. Hé, jongen. Hij heeft gewoon buikpijn de hele tijd. Ja, daar kan niemand iets aan doen nu, hè. Nee, wij kunnen jou alleen maar knuffelen en alles. Ja, wat ga je doen? Moet je niet doen? Moet je niet doen? Hij heeft wel al zijn flesje gehad. Met medicijnen en alles. En, ja. Ja. Het is allemaal zo vervelend, hè, jongen? Ah. Oh. Ik weet niet wat ik vandaag ga filmen, want volgens mij heeft hij toch wel echt buikpijn. Zo. Ik ben Jordi nu zijn flesje aan het geven. Hij heeft straks zijn fruithapje alles uitgespuugd. Als in overgeven. Het is gewoon omdat hij gewoon verstopt zit. Hij zit gewoon vol. En dan spoelen we hem iedere dag al, maar voor hem is dat op dit moment eventjes... ja... niet te doen. En daarna heeft hij nog even gespeeld in de box, maar toch met buikpijn en ja, gewoon ja, niet goed voelen. Dus hij krijgt nou een flesje en hij slaapt nu ook. En dan gaan we straks eens even kijken hoe dat hij weer wakker wordt. Jordi is straks gelukkig vrolijk wakker geworden, heeft een beetje gepoept. Het is wel zo dat hij dadelijk gespoeld gaat worden, want het was niet genoeg. En nou ligt deze lekkere doerak te spelen in de box. Ja! Ze hebben ooit bij de kruidvat hebben ze deze autootjes gehad. Hij is helemaal gek op deze autootjes. Dus hij is bijna jarig. Dus... ik heb een aantal mensen dingen van toetoetauto's gevraagd. En nou zag ik dus deze. Bij de kruidvat. Hij vindt hem geweldig. Hij vindt hem echt leuk. Jordi is inmiddels weer gespoeld. En daarna hebben we gegeten. En tijdens het spoelen heeft Jordi mijn gordijn ondergescheten. Dus die hebben we ook gauw uitgewassen. Ja, dat gebeurt nou helemaal als er druk op staat, hè. En dus dat is ook weer gedaan. Dus ook weer schoon. Daarna is Mirjam gekomen voor de nagels. Daar hebben we gezellig zitten freumelen en zitten doen. Dat de nagels weer mooi zijn. Dat is gewoon mijn hobby. Ik doe dat niet professioneel of zo. Ik doe dat gewoon omdat ik het leuk vind. En zodat ik dan een keer iets anders aan mijn hoofd heb. Als alleen mama zijn. Daarna heb ik nog een was opgehangen. En Jordi slaapt nu nog steeds lekker. Ik hoop dat hij vannacht lekker door blijft slapen. En ik ga nu ook lekker slapen. Niels is aan het douchen. En ik zeg tegen jullie allemaal wel rusten. Oh, trouwens, kleine Kees. Die laat weten dat hij aanwezig is. Die is goed aan het... ik weet niet wat hij aan het doen is.
denk met zijn grote tenen aan het speulen of zo, weet ik het. Een hele goede morgen. Vannacht heeft Jordi goed liggen spoken. En ik moest vanochtend even naar het consultatiebureau voor te wegen. Omdat hij morgen opname heeft. Dan wil ik gewoon ook echt zeker weten wat ik kan zeggen van... Hij weegt zoveel, want dan wordt hij eigenlijk niet gewogen. Dus dan wil ik ook gewoon met zekerheid kunnen zeggen, hij woog gisteren zoveel, dus... En hij is daar ook gelukkig mogelijk. Dus daar ben ik heen geweest en daar hebben we eventjes Jordi gewogen en gemeten. Hij weegt nu 12 kilo en 30 gram. Hij is bijna niet aangekomen vanaf de operatie. Maar dat maakt wat mij betreft helemaal niks uit. Want ja, hij heeft natuurlijk toch het een en ander waar hij voor moet knokken in zijn lichaam. Dus ik snap dat ook wel dat hij niet aangekomen is. Hij is wel gegroeid. Hij is nu 85 centimeter. Dus het wordt al een hele bink. Ik ben dus naar de winkel geweest. Ik heb voor morgen alvast broodjes gehaald. Zodat ik die morgen in ieder geval mee kan nemen. En alles. En een voeding en alles voor Jordi meegenomen. Zodat ik het morgen wat makkelijker heb. Zodat ik het gewoon allemaal snel klaar heb. In de zin van, hij moet na zijn OK moet hij een fles hebben. Dus ja, dan moet ik hem daar geven. En dan hoef ik dat niet helemaal te maken. Dus ik heb pap gekocht. Waarvan ik weet van die drinkt hij gelukkig weer wel. En verder. Jordi ligt nu te slapen. Hij had zoveel buikpijn en alles. Hij was zo moe overal van. Dus hij ligt nu even te slapen. Want ja, hij kon zijn ogen niet eens meer open houden van de moeheid. En omdat hij natuurlijk ook die buikpijnen heeft en alles. Ja, daar word je gewoon moe van. Dat snap ik. En ik ga dan heel eventjes hier nog wat dingetjes doen. Ik ga wel heel eventjes eten. Want ik voel mij een beetje... ik heb energie nodig. In het volgende shot gaan jullie Jordi weer lekker wakker zien. En ik hoop ook vrolijk. Hier is er iemand wakker. Had jij lekker geslapen? Oké. Had jij lekker geslapen? Ja. Het is een beetje vrolijk wakker. Ja. Knappe vent. Cookie. Ja. Oh. Gaan we zo fruithapje doen? Het is al wel laat voor fruithapje, maar dat maakt niet uit. Hè? Maar dan ga je ook weer laten slapen. Gaan we eerst even luidje doen, dan fruithapje. Ja. Wil je nog iets zeggen? Wil je nog iets vertellen? Wil je nog iets zeggen, schat? Duidelijk. Dit schatje is nog naar bed geweest. Dat is een beetje chagrijnig geworden. En nou was hij wakker geworden, hè? Ja. Een beetje zeuren. Een beetje zeuren. En hij is een beetje wakker aan het worden nu, hè? Ik ben ondertussen ook eten aan het koken. En ik ben dan alles in huis aan het doen. Vergeet de helft. Hé, jongen. Mijn mama vergeet jou niet, hè? Nee. Ja, mama zal jou nooit vergeten. Nee. Maar andere dingen weer wel. Zoals de kwark van papa, die ik al een paar keer vergeet. Maar goed. Ik ga hem heel eventjes wakker laten worden. En dan gaat hij lekker even spelen. In de box. Dus, dat gaan we doen.
In de maneschijn. Goed zo. In de maneschijn klom ik op het trapje door het raamkozijn. Maar je raadt het niet. Nee, je raadt het niet. Zo doet de vogel. Goed zo. En zo doet de vis. Zo doet Jordi als hij schoenen poetsen is. En dat is 1. En dat is 2. En van je dikke, dikke, dikke tante Kay. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien we ons Jordi nog eens om. Pom, pom. Ja! Hehe. Jordi is gespoeld, in bad geweest, alles erop en eraan. En ik heb vandaag, of op dit moment, een heel vrolijk kind. Als ik nou al... Nu gaat er een helemaal stukje. Oh, nou niet meer. Oké. Hey, zij komt nu bij. Ja. Nou, ik heb zijn luiertje al gedaan en alles erop en aan. Ik hoef alleen nog even zijn slaapzakje te doen en zijn flesje te geven. En dan kan hij lekker naar bedje toe en dan kan ik hier aan de gang en alles klaarzetten voor morgen. Maar hij is wel echt heel vrolijk. Ja. Hij is helemaal enthousiast en blij. Hij is helemaal enthousiast en blij. Hé, Jaboe. Gaan we jouw slaapzakje aandoen? Een slaapzakje aandoen. Ja, oké. Ja. Ja, deze kant ook nog. Oei. 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 Hij zegt helemaal happy de peppy. Wij gaan jouw flesje geven. Ja, en dan ga je lekker slapie doen. Hoop ik. Ja, dan hoop ik dat je vannacht ook lekker slaapt. Ja, maar dan hoop ik iedere avond. En elke avond is weer wishful thinking. Een hele goede morgen. Normaal ga ik nu de vlog openen, maar ik denk dat deze maandag... maandag pas online gaat komen. Met woensdag en donderdag erbij. Ik ben nu in de parkeergarage. Jordi heeft vandaag een dagopname. Die is intussen in slaap gevallen. Ik denk niet dat je het ziet. Maar ja, ik ga nu eventjes mijn jas en alles doen. En dan ga ik Jordi uit de auto halen. En dan ja, wordt het een druk dagje. Oh.
Inmiddels zijn we alweer even thuis. En heeft Jordi gegeten en even nog met mij geslapen. En ja, die dingen dus. En nu krijgt Jordi de fles van papa. Hij heeft hem al bijna op. Oh. Hij heeft hem op. Hij heeft hem op. En ik zal heel even een beetje vertellen wat ze ongeveer gedaan hebben. Ze hebben zijn darmen gespoeld. En de operatiewond bekeken. Wat in september geopereerd is. En daar kwamen ze verdikking en vernauwing tegen. En die hebben ze opgerekt. Dan denk je, hoe doen ze dat? Ik heb geen idee, ik heb er niet naar gevraagd. Ze hebben hem opgerekt. En daarna hebben ze botox erin gespoten. En hij is heel rustig in slaap gegaan met anesthesie. En hij is ook weer heel rustig wakker geworden. En hij was heel vrolijk nadat hij wakker werd en alles. Dus al met al hebben Jordi en ik hebben het even goed gedaan vandaag. En toen we eenmaal op de afdeling terug waren, toen hebben we flesje gegeven. Of heb ik flesje gegeven. En ja, toen mocht je eigenlijk al wel weer naar huis, want ze hebben hem ook gecatheteriseerd. Omdat ze iets met zijn buik wouden kijken. Ze moesten er geen urine in zetten, dus ja, plassen ging niet door. Maar hij heeft inmiddels al wel weer geplast en alles. Dus dat is allemaal gewoon goed gekomen. Nou gaat hij dadelijk dus naar bedje toe, denken we. Als hij gaat slapen tenminste. En anders dan blijft hij nog maar eventjes wakker. Want ja, hè, vandaag is een aparte dag, hè, papa? Mm-hmm. En ja, dat is eigenlijk een beetje een beknopte versie wat ze hebben gedaan. En er komt nog wel een vervolg. Ja, dus ik sluit ook bij deze de dag vandaag af. En ik ga ook niks bijzonders meer doen. Het haalt niks uit vandaag. Dus bij deze wel trusten allemaal. Ook namens deze twee. Welterusten allemaal. Welterusten. Een hele goede morgen. Jordi heeft heerlijk geslapen vannacht. Tenminste, hij heeft niet gehuild of zo. Dus dat is allemaal goed. En nou is hij van alles aan het doen. Hij heeft net zijn flesje op. Dus hij is een beetje high van de melk, denk ik. Hallo? Ja? Ben je nog high van de melk? Huh? High van de melk. Net was je veel spraakzamer. Hij was net aan het brabbelen en aan het doen. En van alles aan het vertellen. Aan mama. Ja. Wij gaan zo eventjes naar de winkel toe. Nog steeds moe, jongen. Mama ook. Mama's lichaam is het niet gewend om zoveel te slapen tegenwoordig. Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Dat is gewoon zo, schat. Dat komt omdat jij 's nachts wel eens doet huilen. Hè? En dan moet mama jou troosten of papa. En dan doen we dat met liefde en plezier voor jou. Maar dat betekent wel dat wij zelf, als wij dan een keertje nachtje wel door kunnen slapen, dat wij er niet aan gewend meer zijn. Ja. Deze vrolijke vent. Ga lekker slaapje doen. Yay! Hij doet trouwens verder helemaal super, hoor. Dus ik ben tevreden. Jordi ligt inmiddels te slapen. Ik ben aan het poetsen. Moet nog even de keuken doen en even stofzuigen dweilen. Dan ben ik weer klaar. Ik was straks dus met Jordi naar de winkel gegaan. En ja,
Ik kwam daar een groepje jongens onderweg naartoe tegen. En er was er eentje bij die zei van, kijk daar, een, hoe zei die dat nou? Mogol, weet ik veel. En het was in ieder geval denigrerend bedoeld. En ik had zoiets van, wat? Dus ik zeg, pardon. Ik zeg, de moeder van deze Mogol, die jij zegt. Ik zeg, heeft oren, hè? Die hoort daar gewoon, hè? Ik zeg, en dat je een kind van nog geen 2 jaar uitschuilt. Ik zeg, nou, ik zeg, je ouders zullen trots op je zijn. Ik heb nog veel meer gezegd, hoor. Maar waar het mij vooral om gaat is, ik ken heel die jongen niet. Die jongen kent mij niet. Waarom schuilt hij mijn kind uit voor Mogol? Mijn kind had ook net zo goed groen kunnen zijn. Maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Het maakt niet uit wat je bent, wie je bent, hoe je bent. Groen, geel, oranje. Al ben je voor mijn part pimpelpaars. Het boeit me niet. Het maakt mij gewoonweg niet uit. Maar ik vind wel dat je respect voor elkaar moet hebben. Dat is mijn mening. Het is niet zo dat ik een hekel heb aan het woord Mogol. Want iedereen die mij en Niels kent, weet dat ook. Het boeit ons niet dat er gescholden wordt met Mogol. Maar niet specifiek naar een kind die een beperking heeft, of in dit geval Jordi met Down. Ga die niet staan uitschelden. Ga die gewoon niet staan uitschelden. Als ik, voordat ik Jordi had, iemand over straat zag lopen die Down had of een andere beperking, who cares? Als ik diegene kan helpen, dan help ik diegene, bij wijze van spreken. Als diegene uitgescholden zou worden, zou ik er net zo hard op invliegen als dat ik nou bij Jordi zou hebben gedaan. Dat mensen elkaar uitschelden voor mijn rol vind ik prima. Maar doe dat niet bij iemand met een beperking. Doe dat gewoon niet. Heb respect voor elkaar. Dat je dat als vrienden onder elkaar doet, moet je zelf weten. Dat je dat als vrienden van elkaar accepteert, moet je zelf weten. Boeit mij niet. Ik heb dat ook wel eens gedaan. En ik doe dat nu ook nog wel eens. Maar niet in de zin van, ik doe op Jordi of ik doe op een ander iemand met een beperking. Doe ik niet. Dat doe ik gewoon echt niet. Vrienden van mij weten dat ook van ons. En je kan natuurlijk de Nederlandse samenleving ook niet veranderen. En dat wil ik ook helemaal niet. En mensen zijn zoals ze zijn. En ja, zo is het gewoon. Maar waar het mij gewoon om gaat is, je kent mij niet, je kent mijn kind niet. En je gaat mijn kind uitschelden voor Mogol. Nee. Nee. Vind ik niet kunnen. Vind ik gewoon echt niet kunnen. En ja, het was misschien stoer doen voor zijn vriendjes. Kan zijn. Maar nog doe je dat niet. Op het moment dat ik hem aansprak, stonden 5 van zijn vrienden stonden zo. Zo van, shit, wat heeft hij nou gezegd? Ik denk bij mijn eigen, kom op zeg. Gastje, denk na. Je moeder zal echt trots op je zijn dat jij zoiets zegt. Als Jordi geen Down had gehad en normaal was geweest, had hij dit ook nooit en te nemen mogen zeggen. Vind ik gewoon niet kunnen. Vind ik gewoon echt niet kunnen. Je gaat gewoon niet iemand uitstaan schelden die je niet kent. Doe je gewoon niet. Doe je gewoon niet. Je kent niemands huisje, je kent niemand kruisje van het huisje. Je kent dat allemaal niet. Ja, dat is mijn mening. En ik ga er ook geen groter ding van maken dan dat het is. Maar heb gewoon respect voor elkaar. Heb gewoon respect voor elkaar. Doe gewoon normaal. Jordi die ligt al even te slapen. En wij liggen bankzaken te doen. Straks is de peettante en oom van Jordi nog langs geweest. Of zijn nog langs geweest.
Dan heeft ons petkindje aan Jordi een cadeautje gegeven. Ja, klopt. Vond Jordi heel leuk. Morgen drukke dag. Hebben we morgen een drukke dag? Wat gaan we morgen doen? Wat ga jij morgen allemaal doen dan? We gaan op kraambezoek. In de middag sporten. Ja, maar morgenochtend is het papa tijd. Mm-hmm. Want mama gaat boven poetsen. En s'avonds moet ik tante en Bianca en oom Manuel ophalen. Ja. Niels die is morgen taxichauffeur. Met de eigen auto van Manuel en Bianca. Nee, we zijn nou op vakantie. En ze komen morgenavond terug. Dus Niels die had beloofd om hen op te halen. Dus dat gaat Niels morgen doen. Nou gaan we dadelijk naar bed. Ja, wij gaan dadelijk lekker slapen. En ja. En lekker gapen. En lekker gapen. Hopelijk slaapt Jordi net zo goed als dat hij afgelopen nacht heeft geslapen. En ja. Welterust. Welterust allemaal. Slaap lekker. Een hele goede morgen. Wij zijn alweer beneden. Hallo. Kijk eens Jordi. Wil je ook even hallo zeggen? Hallo. Jordi is lekker al aan het spelen. Hij heeft zijn flesje alweer op. En hij was er straks even tegen deze pop aan het praten. Deze pop. Het was wel een grappig momentje, alleen nu is hij alweer iets anders aan het doen. Hey boe, kijk hier hebben we een politieauto. We zijn kraamvisite geweest. Nou is Jordi even lekker aan het spelen. Mama is lekker eten aan het koken. Hallo. Zeg maar hallo. Laat we op ontdekking gaan. Oh, dat is een mooi rupsje, hè? Papa gemeende om iets hoger te hangen, dan moet Jordi iets klimmen om erbij te kunnen. Laten we op ontdekking gaan. Ja.
Ik ga Jordi even helpen klimmen. Nou, ik ben vandaag de hele dag eigenlijk aan het opruimen, weggooien en van alles geweest. En Niels heeft eigenlijk vandaag voornamelijk een papadag gehad. Omdat ik kom niet altijd toe aan de dingen die ik wil doen. Dus daar heb ik vandaag eigenlijk even een heel eind gedaan. Toen Jordi wakker was en zijn soep gegeten heeft, zijn we even op kraamvisite geweest bij vrienden van ons. En Niels ligt nou lekker op de bank. Gegeten, gedronken, alles erop en aan. Jordi ligt lekker in bed nu. Ik ben nu ook de vlog aan het editen. En het wordt wel een extra lange vlog wat ik heb gezien. Maar ja, liever een extra lange vlog. En dat er toch iets online komt als helemaal niks. Want ik denk dat er wel mensen zijn die willen weten hoe het zit. En verder, ik denk dat Niels hier ook bij aan moet kijken, die op zijn telefoon zit. Hij heeft wel redelijk gepoept, toch? Ja, vandaag wel. Hij heeft gisteravond gepoept, vanochtend. Ja, vanmiddag. Was het veel vanmiddag of niet? Ja, wisselvallig eigenlijk. Ja, het is eigenlijk, zeg maar, iedere lui weer een verrassing waar je tegen gaat komen. En dat is eigenlijk wel normaal met de botox. Omdat hij dus wel gewoon in principe ontlasting heeft gehad, hebben we ook besloten om hem vandaag in ieder geval nog niet te spoelen. Mocht het zo zijn dat hij morgen toch aangeeft flinke buikpijn te hebben, dan gaan we hem wel spoelen, toch? Mm-hmm. Om hem in ieder geval te ontlasten. Dus, maar tot nu toe gaat het eigenlijk wel goed. En jij moet zo dadelijk Bianca, Manuel en Milo ophalen. Want die zijn een weekje op vakantie geweest. En die komen nu zo dadelijk weer thuis. Mm-hmm. En dan gaat hij ze even ophalen, zodat ze in ieder geval weer veilig thuis zijn. En verder ga ik deze ups en downs ook afsluiten. En wil ik jullie bedanken voor het kijken. En alvast wel trusten wensen. Wel trusten. Dus dat, op naar de volgende.